Last but not least, onze hoofdtrainer Erwin van der Looy. Erwin. Erwin, gefeliciteerd en bedankt. 3 jaar hoofdtrainer geweest bij FC Groningen. In totaliteit 14 jaar gewerkt voor deze club. Speler, jeugdtrainer, beloftetrainer, hoofdtrainer. Je gaat voorlopig de geschiedenisboeken in. Zo is het. Als de best presterende trainer. Je bent bezig met een afscheidstournee. Die is nog even bezig. Die gaat door. Ja, die gaat door, gelukkig wel. Dat wilden we ook heel graag. En volgens mij zit die focus er ook al een aantal weken uitstekend in. Het is gelukt. Heracles, lastige tegenstander vandaag om het voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk hebben we gevochten, geknokt en op de goede momenten de goals gemaakt. Dus ik ben ongelooflijk trots op die gasten dat ze dat zo hebben geregeld. Ja, want 6 wedstrijden geleden gaf niemand nog een cent voor jullie. Je hebt het uiteindelijk toch gered. Wat is nou het geheim? Nou, er is niet een geheim of zo, maar er is wel een basis die er steeds is geweest. En die basis is dat je in elkaar gelooft wat je aan het doen bent. En dan heb ik het vooral over spelers en staf. En dat is de basis geweest om uiteindelijk weer de boel om te draaien. Als die basis er niet is, als je niet met elkaar gelooft in wat je aan het doen bent en daar volle bak voor wil gaan, dan is het onmogelijk om het om te draaien. Nou, dat hebben we wel gedaan en dan is het uiteindelijk ook gelukt. En daar moet je ook wel eens een keer wat geluk bij hebben. Maar ja, in die wedstrijdenreeks van 6 hebben we ook wel wat pech gehad. Bijvoorbeeld hier thuis tegen Ajax, waarin we op voorsprong hadden kunnen komen. Uit bij Excelsior, waarin we gewoon 2 hele domme goals weggaven. Dus daar zaten ook wel momenten dat het de verkeerde kant op viel. Ja, maar nogmaals, als je er ergens in blijft geloven, dan kun je het omdraaien. En dan het geluk? Uit wedstrijd tegen ADO bijvoorbeeld? Ja. Een deel natuurlijk, als je zo'n vrije trap erin ziet, dat zit wel een deel geluk bij. Aan de andere kant ook wel een bepaalde onverzettelijkheid en overtuiging. Ja. En die is gebleven en dan dat levert het play-offs op. Dan heb je vandaag al tegen Heracles gespeeld. Wat zegt dat nou voor de komende donderdag, als je ze weer ontmoet? Nou, niet zoveel denk ik. Zij zullen een aantal nieuwe spelers erop zetten. En ook 2 spelers die geschorst zijn, die vandaag wel meededen. Dus hun ploeg zal er iets anders uitzien. En ik denk dat ze iets meer met het mes tussen de tanden zullen spelen. Ik had het gevoel dat ze... Ze wilden wel winnen, dat zag je wel. Hè. Ze hebben ze ook wel gewisseld. Alleen, ik had het gevoel dat wij dat net iets liever wilden dan de tegenstander. Nou, dat zullen we donderdag weer moeten laten zien. Dan zal er dus ook een schepje bovenop moeten als zij nog meer met de mes tussen de tanden gaan spelen. Nou ja, absoluut. Maar Heracles is ook gewoon een hele lastige tegenstander. Die zijn hoger op de ranglijst geëindigd dan wij. Dus die doen het hele seizoen goed. Die hebben bepaalde kwaliteiten en dat heb je vandaag ook gezien. Ze hebben goede middenvelders. Ze komen redelijk makkelijk aan het spelen toe. Nou ja, daar zullen wij wel de komende dagen weer eens even over nadenken. Hoe we dat nog beter voor elkaar kunnen krijgen dan vandaag. Je komende donderdag dus nog een wedstrijd en daarna wellicht nog 1. Maar je hebt al wel officieel afscheid genomen van de supporters. Hoe was dat? Nou ja, dat is toch altijd best wel emotioneel. Ik heb toch wel even een brok in je keel als je nadenkt dat je 14 jaar bij de club zit. Als speler, als jeugdtrainer, als assistent. En 3 jaar als hoofdtrainer, dat flitst wel even kort voorbij. Zeker als je dan ook hoort van nou ja, play-offs gewonnen, beker gewonnen en nu weer de play-offs gehaald. Dat is toch wel een bijzondere tijd geweest en een groot deel ook wel van mijn leven. Kinderen die hier opgegroeid zijn. Dus er zijn heel veel dingen die je afsluit. Alleen ja, eigenlijk ook weer niet afsluit, want we spelen donderdag alweer.